Ja, dit zegt het zo mooi, hè? Dat het in het leven niet gaat over hoe vaak je ademhaalt, maar hoe vaak je dingen meemaakt die je de adem ontnemen. Nou, voor veel mensen is het, voor veel autoliefhebbers is het natuurlijk, het rijden met een Ferrari is natuurlijk fantastisch. En een van de momenten die het de adem ontnemen. Bij mijzelf is de liefde voor snelle auto's ontstaan met. Bij deze twee posters. Die kreeg ik op mijn 12e van Sinterklaas, maar ik denk dat ik ze kreeg van mijn ouders. En ik heb altijd tegen mijn moeder gezegd: Mam, als ik 40 ben, dan koop ik een Ferrari en dan gaan we samen rijden. Nou, dat is ook gebeurd. Ja, hier staat onze eerste Ferrari, de 355 Spider, die we ondertussen al een tijdje hebben. En ja, dit bordje stond bij de aflevering van onze andere auto, onze California. Maar vandaag staat er in de Man Cave iets anders. Een F12. Ja, en wat vind ik er nou van? Bij het achteruitrijden in de garage viel het me op dat die auto niet heel erg veel groter is als de California. Wat ik heel mooi vind aan het ontwerp is deze luchtinlaat. Dat is echt vreselijk gaaf. Of tenminste, een luchtgeleider, zeg maar. Dat is echt heel gaaf. Maar voor de rest, ja, het lijkt allemaal wel op de California. Het heeft ook keramische remmen met gele remklauwen. Op deze uitvoering zit wel een hele hoop carbon. Ja, je moet ervan houden. Ik persoonlijk niet zo. En ja, kijk hier, het carbon dat loopt hier verder door. En past wel mooi bij de zwarte achterlichten van de auto. En zelfs de zwarte Ferrari badge. Ja, en het rijden valt me ook op. Hij rijdt eigenlijk hetzelfde als een California. Is dat dan een teleurstelling voor de F12 of is dat nou een compliment voor de California? Ik denk dat laatste. Natuurlijk, deze F12 is een stuk groter. Of nou ja, eigenlijk niet. Breder. En een wat langere neus. En eerlijk is eerlijk, die 12-cilindermotor, ja, dat klinkt toch wel wat anders als de V8 van de California. Maar natuurlijk, 6,3 liter inhoud is ook iets anders als 4,3. Zou het mijn auto kunnen zijn? Ja, op zich wel. Maar wat ik heel jammer vind is, of tenminste, ja, ik persoonlijk ben toch meer van een cabrio. Dus ik vind onze California. Ja, ik zou toch eerder gaan voor een California.